Nee, ik had niet echt verwacht. Maar ik ging er gewoon met goed gevoel in. Ik wou gewoon een mooie 1000 meter rijden. En eigenlijk met een goed gevoel seizoen afsluiten. En ben blij dat het gelukt is. Mooi seizoen, denk ik. Ik mag niet klagen. Langzaamaan steeds een stapje beter. En nou ja, ik denk wel het hoogtepunt natuurlijk met beide WK's. Twee wereldtitels. Plus een derde plek op het WK sprint. Een mooi seizoen al. Het was een mooi afscheid. Ik denk niet dat er een betere plek is dan een Voltio voor afscheid te nemen. En daar heb ik erg van genoten en dat was heel mooi. En ja, als je er alles aan doet, dat lukt niet meer, dan houdt het op een gegeven moment op. En dat is ook niet erg. Ik kan terugkijken op je hele mooie jaren. En ik ben heel blij met mijn prestaties. En als het ophoudt, is het gewoon klaar. En dat is niet erg. Er zijn nog genoeg leuke dingen om te doen. Fijn om de laatste race op deze manier af te mogen sluiten inderdaad. En, ik zei al net tegen Gerard ook, misschien geen WK, maar ik wilde gewoon heel graag voor mezelf laten zien dat ik het nog kon. En ik merkte gewoon dat het schaatsen steeds beter ging de laatste tijd. En het is heerlijk om dan in dit volle stadion om echt weer een heerlijke rit te rijden. Ik heb het 17 jaar eigenlijk fulltime gedaan en dan is eigenlijk je hele beeld is eigenlijk wel bepaald door het schaatsen. En ik wilde juist even van loskomen. En ik zeg niet dat ik nooit iets met het schaatsen wil doen. Ik vind schaatsen nog steeds leuk en de wereld is nog steeds leuk. Maar ik wil eerst gewoon eens even en eigenlijk wel echt wel meerdere jaren in ieder geval iets anders doen. En vanavond rustig thuis. Ja, en pak een biertje op de bank. Dankjewel. Okay.